Welkom bij Spam Talkshow. Ik praat vandaag met Jan Verhagen van de Geredde Boekhandel Vampieren. En met een kerstverse cabaretier die het Leids Cabaret Festival won, de jury en de publieksprijs, Thijs van der Meeberg. En er is muziek van de jubilerende Watchman, oftewel Ad van Meurs. Ik ga praten met Jan Verhagen, directeur van het Geredde Vampieren, de boekhandel. Voorheen Selectus, voorheen Polaren, voorheen Vampieren. Hoe zat het ook alweer en hoe nu verder? Aan tafel Jan Verhagen. Hoe zat het ook alweer? Wie zijn jullie? Wie waren jullie? Wat is jullie identiteit? Ja, ingewikkeld verhaal, hè? We zijn al heel lang eigenlijk boekhandel Vampieren, sinds 1848. En we zijn een hele korte periode maar onze naam helemaal kwijt geweest. Dat heeft wel geteld maar 3/4 jaar geduurd. Toen jullie Polaren waren? Toen heetten we Polaren. Maar daarvoor waren we, was er al iets aan de hand? Daarvoor was er al iets aan de hand. Vampieren plus de slechte hebben we even geheten. Daarvoor Selectus Vampieren. En daarvoor, en dan heb ik het voor, zeg ik even uit mijn hoofd, 2010 was het. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Maar dan was het gewoon Boekhandel Vampieren. En hadden we een logo wat gelijk was aan boekhandels in andere steden, zoals Donner in Rotterdam en Scheltema in Amsterdam. Je zag alleen maar aan de huisstijl dat we van één en dezelfde club waren. Maar we hadden allemaal onze eigen naam. Ja, dit zijn ook landelijke trends geweest met die Selectus en Polaren. Dat al die goede, gerenommeerde stedelijke boekhandels daarin opgegaan zijn. Hè? Klopt, ja. Je had iets van 15... boekhandels, of in 15 steden had je grote boekhandels. Die hebben zich in de jaren 80, 90 verbonden in een soort van een samenwerking, een concern zou je kunnen noemen. Omdat die boekhandels zo lokaal geworteld waren, hebben ze heel lang nog die naam aangehouden. En maar op een hele subtiele manier aangegeven dat ze van dezelfde club waren. Mm-hmm. Maar goed, toen kwam internet op. En toen werd er steeds meer nagedacht over een centrale naam. En daar is op een gegeven moment is daar Selectus uit voortgekomen. Daar heeft de commissie zich over gebogen. Ja, klopt. Ja, en daar was natuurlijk ook al heel veel kritiek op, hoor. Van ja, wat betekent dan eigenlijk Selectus? Maar goed, het was dan wel Selectus Vampieren. Ja. Dus die naam Vampieren zat wel in de naam. Selectus Scheltema, Selectus Donner. Bij Polaren is dat uit de naam verdwenen. Toen is het alleen maar Polaren geworden. Ja, was wel opmerkelijk trouwens. Want juist toen Selectus failliet ging en een investeringsmaatschappij de afzonderlijke winkels overnam. Mm-hmm. En er dus Vampieren plus de slechte op de gevel kwam te staan. Toen hoorde je heel veel geluiden van wat fijn dat die naam weer op de gevel staat. En het leek ook even op dat die investeerders juist ook die kracht, die lokale kracht van die winkels wilden gebruiken. En ook het publiek wilde mee laten beslissen over een nieuwe naam. Er zijn ook allemaal leuke campagnes op losgelaten. Maar uiteindelijk kwam er toch een soort van konijn uit de hoed. En dat konijn heette Polaren. Ik hoorde zojuist nog een vergelijking, ook 3 lettergrepen Titanic. Maar... Oké. Hoe lang heeft Polaren bestaan? Ja, laten we zeggen dat avontuur ongeveer 2 jaar heeft geduurd. Intussen zijn jullie ook verhuisd van de Kerkstraat naar... Nee, ja, dat was al daarvoor. In de Selectus tijd. Ja, dat is in de Selectus tijd geweest. De Kerkstraat, op de hoek Kerkstraat Rechterstraat. Ja. Dat heeft tot 1995 geduurd. Want toen ging Boekhandel Vampieren naar de Heuvelgalerie, waar we hier zijn. Ja. En daar heeft de boekhandel ongeveer 10 jaar gezeten. En sinds 20 jaar gezeten. En sinds 2009, zo moet ik het zeggen, nog iets langer. Sinds 2009 zitten we in de Admirant, de Bruine Heer, aan een nieuwe MSC. Hele stormachtige jaren dus, waarin veel is gebeurd. Polaren ging failliet en toen? Polaren ging failliet en toen. Ja, ik denk dat ik een ander verhaal zal vertellen dan
Mijn collega's bij Van Pier, omdat zij echt midden in die winkel zaten. En ja, jij bent in september erin betrokken geraakt als de nieuwe directeur. Klopt, ja. Toen ja, er ja. eigenlijk die redding al was ja, gemaakt. Nee, goed. Inderdaad, Polare ging in februari, maart van vorig jaar failliet. Ja, en wat ik wilde aangeven, kijk, de medewerkers maakten dat heel duidelijk mee, doordat gewoon die deur op slot ging. Mm-hmm. Dus die winkel is echt wel 2 weken gewoon dicht geweest. Ik werkte toen nog bij een uitgeverij en ik maakte het aan mijn kant mee. We kenden dezelfde fases. Deur gaat op slot, worden geen boeken meer geleverd. Mm. Ik zag het ook. Ik maakte het ook mee, maar dan op mijn manier met allerlei eisen die de eigenaren van Polare destijds aan de uitgeverij stelden. Mm. En uiteindelijk is Polare failliet gegaan. En toen zag je in al die steden die winkels, toen nog Polare winkels, mm-hmm. op een eigen manier een poging wagen om een doorstart te kunnen maken. Ja, in Eindhoven hebben Paul van Orso en Luc Spruit de teugels in handen genomen en een investeerder gezocht. Ja, samen ook met een oud Philips-directeur, Jan Post. Mm-hmm. Zijn ze gaan kijken naar wat zou er in Eindhoven kunnen gebeuren. Het is uiteindelijk geen crowdfunding-actie geworden, net zoals in Rotterdam of in Nijmegen. Ze zijn uiteindelijk terechtgekomen bij Arjen de Koning van Paradigit. Ja, waarom daar? Want dat is ook de partner geworden. Ja, ik begreep dat er wel meer gegadigden waren. Maar uiteindelijk, hij was enthousiast. Waarom? Wat is het belang van Paradigit of Arjen de Koning in het bijzonder in vampieren, in een boekhandel? Zij zijn een internetbedrijf. Ja, zij zijn een computerwinkelbedrijf. Met overigens ook wel heel veel diverse activiteiten binnen één bedrijf. Ze zijn ook bijvoorbeeld heel erg bezig op het gebied van school. En faciliteren een hoop voor basisscholen, bijvoorbeeld door in heel Nederland. Mm-hmm. Dus ze zijn op verschillende fronten actief. Je zou verschillende redenen kunnen noemen, maar één belangrijk waar wij zelf ook dagelijks mee te maken hebben, is dat Paradigit ook kijkt hoe het retailen, het verkopen aan mensen naar een volgende fase gebracht kan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een app, de Plux app. Daar maken wij als boekhandel ook gebruik van. Daar waren ze al mee bezig. En ja. Ze hadden ook al gesprekken met bijvoorbeeld Libris, de organisatie waar wij ook bij aangesloten zijn als boekhandel. Ja. De Plux app, dat is een app waarmee je als consument kunt zien wat de voorraad op dit moment is. Klopt. In jullie winkel. Dus als je nu die app op je telefoon zet en je kijkt. En je zoekt een boek, dan kan je ook meteen zien of we bij Van Pier het boek op voorraad hebben. En je kunt meteen aangeven, leg het voor mij klaar of ik wil het graag afkomen halen. En in de toekomst willen we daar ook wat meer functionaliteit aan toevoegen. Dus dat is een mooie uitvinding op het snijvlak van Paradigit en Klopt, Van Pier. Ja. Maar uiteindelijk zou je ook kunnen zeggen, van je bent allebei een soort van mediabedrijf. Mm-hmm. En het ene is meer digitaal en computers en alles wat er omheen hangt. En wij zitten dan in de boeken. Alleen de Paradigit winkels verkopen ook e-readers. Nou, die verkopen wij natuurlijk ook. Dus er zijn natuurlijk verschillende parallellen. Ja, er zijn zeker parallellen te vinden. Wat maakt vampieren nu weer vampieren? Wat is het verschil? Wat merkt een klant nu aan veranderingen na de Polare tijd? Dat we in ieder geval weer vampieren heten, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk verschil. Is het alleen een naam of is het ook een oude cultuur die terugkomt op een hedendaagse manier? Ik denk dat laatste zeker wel waar is. Ik bedoel, we zijn een moderne boekhandel, maar voordat we Polare heten, waren we met een club mensen. En ons kernteam bij de boekhandel, dat zijn mensen die er toen ook al waren. Dus het vampierengevoel, dat kunnen we nu weer volop uitdragen. Ja, hoe lang werken de langstzittende medewerkers? Volgens mij de langstzittende 40 jaar. Zo. Ja. Dus die mensen hebben veel meegemaakt. Ja, dat is zeker zo. Ja. Wat is dan die oude vampierenidentiteit? Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want de oude vampierenidentiteit. Wij willen natuurlijk een nieuwe vampierenidentiteit gaan uitstralen. Een moderne boekhandel waar ook ruimte.
die ook tegelijkertijd vertrouwd is. Mm-hmm. Waar medewerkers werken die gewoon heel goed weten wat voor boeken er zijn en die je ook heel goed kunnen adviseren. Dat je met een boek naar buiten gaat waarvan je van tevoren nog niet eens had bedacht dat het er überhaupt was. Ah ja, die kleine concurrent van jullie, Spijkerman, die profileert zich met Wij Lezen. Geldt dat ook voor jullie? Oh, dat geldt voor ons zeker ook. Maar we hebben zo'n groot assortiment dat je van ons niet kunt verwachten dat we al die 50.000 boeken hebben gelezen. Hou je zelf van lezen? Ik hou zelf heel veel van lezen. Ja? Waar hou je van? Ik ben wel een literatuurlezer, moet ik zeggen. Wat heb je nu op je nachtkastje liggen? Ik ben nu bezig met de onderwaterzwemmen van Tomese. Al denk ik dat meteen een collega zal zeggen, hey, daar was je 2 weken geleden ook al mee bezig. Oh, dus dat gaat niet heel erg snel. Is het een zware baan? Want je bent nog niet zo oud. Hoe oud ben je? Ik ben nu 38. Om dan manager te zijn van zo'n groot bedrijf, waar ook wel echt naar gekeken wordt. Want we voelen het als iets van de stad. Ja. Daarom zit je ook hier. Nou, laat ik zeggen, is het een zware baan. Laat ik het heel modern uitdrukken. Het is wel een uitdaging. Maar ik vind het ook wel weer heel erg een eer. Omdat je, dat flitst soms ook door mijn hoofd. Hè? Van, oh ja, sinds 1848. Ja, ja precies. Een hele geschiedenis die met je meedraagt. Het is voor gevochten om dat op de gevel te zetten, heb ik begrepen. Ja, dat moet je waarmaken. Ja, dat klopt. Ja. Wat voel je als de grootste uitdagingen? De grootste uitdaging dat we echt weer een hele goede positie innemen in het Eindhovense sociale leven. En dat klinkt niet als van, we gaan boeken verkopen. Dat doen we, dat is onze hoofdactiviteit. Wat zijn andere leuke dingen die jullie doen om dat te bereiken? Nou, we zijn heel erg bezig met iedere weekend en door de week ook vaak zijn er activiteiten te beleven bij ons in de boekhandel. We werken ook samen met andere partijen, bijvoorbeeld ook het Nat Lab. Hè. We hebben een maandelijkse boekentalkshow. De Bookie Nights van Bookie Wim Daniels. Iedere maand uitverkocht, daar gaan we ook in september mee verder. Filosofiecafé, sciencecafé. Ja. En we zitten weer aan de vooravond van juni bijna, dus dan hebben we weer het maand van het spannende boek. Esther Verhoef komt naar JT Bioscoop, ook een andere bioscoop met wie waarmee we samenwerken. Zit daar input van jou in dat creatieve stuk? Dus niet alleen zorgen dat de cijfers kloppen en dat de wc-rollen hangen, maar ook... Daar moet ik ja op antwoorden, maar we doen het wel met z'n allen. En dat is... En dat is iets wat de afgelopen jaren wat verdwenen was. En dat wil ik wel weer teruggeven. Waardeert Eindhoven dat jullie weer van ons zijn? Vampieren zijn? Dat gevoel heb ik heel sterk van wel. Ja, dat horen we ook nog bijna dagelijks in de winkel. Oh, wat fijn dat jullie er nog, dat jullie er weer zijn. Dat ik weer bij jullie terecht kan. Dat jullie weer vampieren heten. En ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen zijn die... Dus iets hebben van, daar moet ik nog weer een keer naartoe. En die zijn ook van harte uitgenodigd om te komen. Als laatste, de bovenverdieping is nu gesloten. Ja. Heb je een droom om dat in de toekomst te heropenen? Nee, dat is niet aan de orde. We concentreren ons op waar we heel erg goed in zijn. En dat is het verkopen van nieuwe boeken. En op die bovenverdieping hadden we vooral tweedehands boeken staan. Hier concentreren we ons nu op. En wat de toekomst verder zal brengen... En jullie hebben lekkere koffie met lekkere... En we hebben heel lekker de beste van Brabant. Dankjewel. Okay. We hebben Ad van Meurs hier, de jubilerende Watchman, 25-jarig bestaan. Hij viert nog andere jubilea, ook daarover straks meer... Maar eerst het eerste nummer. Staren in het vuur. Oké, mensen. Een liedje over vriendschap, familieband en herdenken. Heft de kop, weet buiten het wild. Hier binnen wordt de mens uit een leven geteeld. De klok tikt de maat,
in dit herfstig uur. Kruipt over de trap, door het huis naar het vuur. Staren in de vlam, is alles wat het rest. Hier wordt een oude dorst gerest. Wij waren jagers, weet je, op avontuur. Toen we staren in het vuur. Zuster poets het zilver, moeder zwijgt het goud. De tinnen lucht laat weten, snel komt de kou. Morgen bloemen naar het graf, de weg van de natuur. Alle adem staat uit stil, staren in het vuur. Staren in de vlam, is alles wat ons rest. Hier wordt een oude dorst gerest. Wij waren jagers, weet je, op avontuur. Toen we staarden in het vuur. Van Meurs en onze eigen geluidsvrouw Ankie Kultjes. Straks meer. Filmpje. De juryprijs van het 37e Leids Cabaret Festival gaat naar Thijs van der Meeberg. Thijs van der Meeberg, winnaar van de juryprijs. Blijf in de buurt, want we gaan naar de publieksprijs, dames en heren. Oké, op nummer 3, Tim Hartog. Nummer 2, Nabil. En nummer 1, Thijs van der Meeberg! Dit is hier het publiek. U zag vanavond hier de traditionele top 3. Nabil uit Amsterdam, Tim Hartog natuurlijk uit Rotterdam. En ik uit Eindhoven. Ik bedoel het niet lullig, maar het mag duidelijk zijn wie dit seizoen de prijzen wint. Dankjewel! Van harte gefeliciteerd. Met vooruitziende blik toen. De 27-jarige Thijs van der Meeberg uit Nuenen won in 2015 de 37e editie van het Leids Cabaret Festival. Grote namen gingen hem voor. Lebbes en Janssen, Sanne Wallis de Vries, Najib Amali, Xavier Guzman. Allemaal begonnen ze via de springplank van het Leids Cabaret Festival. Hoe veranderde de finale zijn leven? Hoe gaat het nu en hoe gaat het verder? Ik ga met hem praten. Thijs van der Meeberg. Dat is hem. Yes, dat is yes, hem. Ja, de beker. Ja. Wauw, en PSV is ook gelukt. Ja, dat is allemaal gelukt. Het zit allemaal mee dit seizoen, hè? Ja. We kunnen rustig de zomer in. Ja, wordt het een slome zomer? Of zie je nog meer dingen gebeuren? Ik bedoel, je bent een beetje paranormaal kennelijk. Ja, het wordt een prachtige zomer. Het wordt een prachtige zomer, dat is heel erg mooi. Ja, wat is er veranderd sindsdien? 14 februari 2015.
Ja, hoe is je leven veranderd? Carnaval zaterdag was het. Ja, ja. Ik weet het nog goed, ik was erbij. Ja. Ik ken je van heel erg lang geleden mijn cursus op het Centrum voor de Kunst en Cabaret. Toen je nog echt super jong was en je eerste schreden zette. Dus ik was erbij die finale avond. Ja, dat was te gek natuurlijk. Ja. Ja. En hoe is je leven veranderd? Nou ja, als je in de finale haalt, heb je sowieso een finalistentour. Dat wil zeggen 42 keer optreden in bijna alle theaters in Nederland. Dat zo, wil zeggen, mooi. Meteen tussen toen ja, en de zomer? We hebben er nog 9 van de 42. Dat is stevig aanpakken. Ja, dat wil zeggen gisteravond Dordrecht en vrijdagavond Hengelo. Dus dat is echt door heel Nederland. Ja. En dat is echt te gek. Ja. Hoe is dat om zo vaak te spelen? Nou, je leert er superveel van. Want wat je zegt, ja, je doet mee aan zo'n festival als je eigenlijk nog geen podium hebt. Dus om op dat podium te kunnen staan, om aan het publiek te komen, dat wil zeggen dat je nog niet zo heel veel ervaring hebt. En door zo'n finalistentour, je leert het maar op één plek eigenlijk theater maken en optreden. En dat is in een zaal waar het publiek ook is. En dat heb je met die finalistentour zeker. Ja, en dan speel je het Leids half uurtje. Ja, ja. Ja. Hoe ben je nu bezig met het maken van een volgende voorstelling? Ja, want die moeten dan komen. Ja. Dus dat wil zeggen, november 2016, dat duurt nog heel lang. Maar dan gaat het allemaal in première. En dan heb ik een eigen avondvullende voorstelling. En dan dit jaar moet dat geschreven gaan worden en ingespeeld. Ja, en je hebt door het winnen van dat festival heb je een impresariaat gevonden. Ja, dat het allemaal nu aan het verkopen en regelen is. Dat is ook belangrijk om dat is natuurlijk een van die. Ja, eerste doel is natuurlijk die finale halen, zodat je die tour hebt. En dan doel 2 is winnen. En doel 3 is dan dat je een agentschap, een impresariaat vindt wat voor jou de verkoop gaat doen bij de theaters. En En dan ook nog PSV-kampioen. Nou ja, als dan alles kan niet lukt. Meer kapot. En dan mag je er nou ook nog bij Spam. Dus dat puntjes op de i. Ja. Hey, maar je hebt de Koningstheateracademie gedaan. Ja, dat is de kleinkunstopleiding in Sertogenbosch. En dat was voor mij. Ik weet zeker dat ik nog niet eens het festival had gehaald, denk ik. Zonder dat ik daar heb mogen studeren. Wat heb je daar geleerd? Dat is een HBO-opleiding van 4 jaar. En ik heb daar denk ik vooral geleerd hoe je een voorstel. Of ja. Hoe je zelf denkt en werkt. Dus je leert enorm reflecteren op je eigen makerschap. Ik denk niet dat je iemand kan leren om cabaretier te zijn of om een goede liedjeschrijver te zijn. Maar wel dat je iemand kan leren om inzicht te krijgen in hoe je dat zelf moet aanpakken. Wie ben jij? We kunnen even naar een stukje kijken en dan ben ik benieuwd van jou te horen hoe je jezelf ziet als cabaretier. Als we een stukje hebben klaarstaan. Man, Fontein zus, trappen zo, kerkje dat. Monument. Er zijn mensen die zeggen over Rome, Rome is een stad met veel historie. Nee, Rome is een stad waar te veel mensen wonen die niks kunnen weggooien. Dat is Rome. Dat is alles. Dat is alles. Stel nou, alle dingen die jij ooit in je hele leven hebt gemaakt. Alles. Dus van je allereerste kindertekening tot die eiwarmer die je gisteren gepunnikt hebt. Gewoon alles. Daar heb je allemaal netjes in dozen op zolder bewaard. En jij besluit op een dag, dat ga ik in de achtertuin zetten. En jij pleurt daar gewoon zo, her en der. In de achtertuin doe je de boiler open en roep je op straat. Ik heb een achtertuin met veel historie. De clue is eraf. Ja. Dat zeg hem even. Ja, ik overwoog nog om die blouse aan te trekken vanmorgen. Dus dat is goed dat ik dat niet gedaan heb. Maar goed, dat... je vraagt... Ja, wat voor cabaretier ben jij? Dat is een goede vraag. Iemand die... ik vind het lastig altijd die vraag, omdat het zo'n prestigieus woord is. En dan moet je ineens gaan vertellen over wat je dan eigenlijk doet. Dus je gaat ineens heel erg jezelf beschouwen of zo. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig om nou te zeggen. Als je de categorie van de cabaretiers heb je denk ik echt de grappenmakers en de... En de zangers en zo. En dan ben ik denk meer van de verhalenvertellers. Dus, mm-hmm. dus dat wat langere verhalen waarin ik eigenlijk probeer een beetje de wereld, of in ieder geval mijn eigen leven een beetje te duiden. Wat de goede weg is om te bewandelen. Ben je moralist? Ja, enorm. Enorm. Ja, ja. Je vader is dominee? Nee, helaas. Mijn vader is huisarts, maar... Volgens mij wou hij ook dominee worden en ik eigenlijk ook heel graag. Dus, ja. Jouw vriendin heeft gezegd dat je wel eens een fase hebt gehad dat je predikant had willen worden. Ja. Dat zie ik ook wel een beetje in je voorstelling. Ja, maar ja, dat is universiteit, hè. Dus
Dus dat kon je niet halen? Nee, dat zit er niet in. Hard werken, bijles, dyslexie, dyscalculie. Waardoor je teksten wel voor iedereen te begrijpen zijn. Dat is een groot voordeel. Ja, als ik het begrijp, dan snapt iedereen het. Dat is inderdaad, nee, dat ze niet super intellectueel van bovenaf zijn. Ze zijn heel goed geschreven en heel filosofisch en maatschappelijk geëngageerd. Maar ze zijn niet zo top-down. Ze komen uit je hart. Ja, maar ik denk dat dat... ik denk dat dat ook wel, als ik mezelf een beetje moet beschrijven, dat het ook belangrijk natuurlijk bij het cabaretier zijn, dat het authentiek is, dat het heel erg persoonlijk is. Dat je meteen, dat je niet zoveel verschil, je kan wel verschillen met de privépersoon en de persoon op het podium, maar dat daar wel de gedachtegangen altijd een beetje hetzelfde zijn of zo. En dus dat is logisch, dat het niet ineens heel beschouwelijk wordt, of dat je toch een, die moralist zit er nu ook wel in, zeg maar. Nou ja, jij zegt het is logisch, maar je wordt beschreven door cabaretiers in jouw omgeving als iemand die heel oprecht is, die werkelijk wil weten wat hij wil weten, wat hij zijn publiek voorlegt, iedere avond weer op zoek gaat samen met het publiek naar antwoorden, dat die drijfveer bij jou van diep van binnen komt. Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat dat ook de grootste motivatie is om die voorstelling te gaan schrijven en op te treden en om mee te doen aan zo'n festival, is toch wel de drive om te ontdekken wat dan de zuiverste manier van leven is, zeg maar. Dus je komt daar niet omheen dat je dan een moralist bent of een voorganger of hoe je het noemen wil. Pieter Bouwman, jouw regisseur ook volger van Hans Theeuwen bijvoorbeeld, die zei, iedere cabaretier heeft maar één centrale vraag die altijd terug blijft komen. Wat is dat bij jou? Ik mag er zijn, toch? Dat is het, denk ik. Ik mag er zijn, toch? Dat is de vraag om het bestaansrecht? Ja, de vraag om het bestaansrecht. Het verongelijkte, ook in dat fragment van Rome zie je toch een beetje het schreeuwerige, het naar boven roepen vooral. Dus heel erg vragen om die bevestiging. In al het gevoel dat je op 10-0 achter staat bij het publiek. Dus, was je zo'n kind? Dat al meteen ik ben nog steeds zo. Ja, was ik zo'n kind? Oh... Dat weet ik. Ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Dus dat sowieso... Nee, maar dat weet ik niet. Ik ken twee kanten van jou. Iemand die heel bescheiden is en een beetje verlegen. En niet zeker weet of ze het wel mag aanschuiven. Ja. En iemand die het feest overneemt, bepaalt met bier gaat smijten. Ja. Van de daken schreeuwen. Ja. En ook in de voorstelling zie je beide kanten terug. Ja, dat is inderdaad twee Jägermeister en drie bier is genoeg om... het is het alcoholgehalte wat de verandering tot stand Ja. En dat heb ik op het podium ook. Maar dan heb ik niet gezopen. Dus dat is een beetje... Het is... ik geef in die zin... op het podium staan is toch... geeft toch een vrijheid. Klinkt misschien een beetje krom, maar zo voelt het wel echt. Een legitimatie om er te mogen zijn? Ja, mensen absoluut. Hebben betaald om hun bek te houden naar jou te luisteren? Ja, en dat is een hele goede regel in die zin. Dus daar is het kader gewoon heel duidelijk. En daar durf ik die vrijheid te nemen die ik normaal pas heb rond carnaval altijd. Zeg maar. Ja, ben je niet bang dat je misschien niet genoeg te vertellen hebt? Ook een beetje kritische vraag, omdat ik sprak even Pieter Bouwman, jouw regisseur, die zei... Dat eigenlijk zijn generatie al, de naoorlogse generatie, iedereen, en jij ook in zijn ogen, is te jong voor zijn leeftijd. Heeft weinig meegemaakt in dit welvarende, kalme Nederland. Ga maar eens een half jaar in Mali werken, zei hij. Dan heb je wat te vertellen. Ja. Op zich ben ik het daar wel, kan ik me voorstellen dat hij dat zegt. Van wat weet je nou eigenlijk als je gewoon... heerlijk kan leven in Nuenen zelfs. Hè? Dus dat is een beetje nagaan. Als je dan uit Woensel komt, dan heb je toch nog een ander verhaal. Maar het is gewoon Nuenen. Man, de Achtseberg. Twee hockeyclubs. Dat is ongelooflijk. Dus wat heb je dan te vertellen? Ja, niet zo heel veel. Maar toch, dat is toch gewoon hoe je zelf naar het leven kijkt een beetje. Dus ik ben het in die zin wel met Pieter eens van... dat is goed. Je moet jezelf afvragen, heb ik genoeg te vertellen en is dit relevant? Maar als je voor je het gevoel voor jezelf hebt, dit moet ik echt vertellen en daarom is het hierom is het relevant, dan maakt het niet uit of je 10 jaar gevochten of honger hebt gehad in Mali of dat je gewoon
Ja. En je verhoudt je niet alleen tot je eigen navel in je voorstelling, maar wel degelijk tot de samenleving, ja, de universele mens. En dat zou ook nog wel meer moeten, want het was natuurlijk ook, je krijgt dan een juryrapport en, bij het Leids Cabaret Festival. En daar stond in heel erg van, de drie finalisten keken alleen maar naar zichzelf en het is alleen maar het eigen leven beschouwen. Maar ja, ik ben in die zin ook 27, ja, en ik kan wel gaan vertellen van, god, het is over de politiek. Nou, je neemt Rome behoorlijk de maat. Ja, oké, okay, maar dat is geen politiek. Dat is geen wereldreflectie op de wat er aan de hand is met de bootvluchtelingen of Syrië. Zou je dat willen? Zijn dat zaken die jou wel raken? Ja, en ik denk, dat zou ik en willen. En ik denk dat het ook een soort verplichting is. Als je dan inderdaad zegt van jullie betalen geld en houden je bek en ik ga dan anderhalf uur praten, dan zou ik ook verwachten als ik daar dan zit dat iemand met iets goeds komt. Of iets wat ik. Dat je geïnspireerder naar huis gaat dan dat je binnenkwam of geraakte. Dat is natuurlijk het streven. Maar ja, wat ik zei, ik ben ook 27 en je moet dat een beetje uitzoeken voor jezelf. Van ja, wat is daar voor mij nou de goede taal voor om daar woorden aan te geven? En hoe moet je dat benaderen? Want ik denk dat de generaties, drie cabaretiers boven mij, zoals Freek de Jonge, Joep van het Hek, die kunnen dat veel makkelijker. Want die code die zij daarvoor hebben, zeg maar, is geaccepteerd. Het is geaccepteerd dat Freek de Jonge zegt hoe het zit. Maar ik denk als ik dat doe, dat ze dan bij het Leids Cabaret Festival gezegd hadden, begin jij eerst maar eens even bij over jezelf te praten, want wie ben jij om ons te vertellen hoe het bij de wereld zit, is mijn idee daarover. Ja, en toch vermoed ik dat jij van jouw generatie iemand gaat worden die dat wel gaat doen. Maar op een andere manier, op een nieuwe manier. Ik vind jou bijvoorbeeld ook veel minder cynisch dan de generatie van Theo Maassen. Ja. Je bent ook lief, je bent ook een soort van oprecht lief. Ondanks dat je heel grappig en snel en scherp kan zijn. Ja, maar dat. Minder cynisch. Ik denk dat dat komt omdat zowel het publiek als degene die op het podium staat, of laat ik het bij mezelf houden, dat je wil dat het waar is. Dat je echt een keer met iemand, en dat is ook een beetje de tijdsgeest natuurlijk, dat je echt met iemand staat te praten, echt met iemand in contact komt, echt wil weten hoe het met iemand gaat. En dan in het geval, als je naar een cabaretvoorstelling gaat, luister je naar degene hoe het met de cabaretier gaat. Mm-hmm. Dus ik denk dat in ieder geval voor mij dan, je wil een zo zuiver mogelijk persoon voor je hebben. En dan moet dat cynisme er inderdaad een beetje af. Maar ja, als je kijkt toch naar Hans Theo Maassen, dat is inderdaad dan gewoon een andere tijdsperiode geweest waarin het juist hard moest zijn om dat belerende van Freek de Jonge weer. Wie vind jij generatie. Nu de hele goeie? Ik ben groot fan van Micha Wertheim en ook nog steeds van Freek de Jonge. Ja. Naast jouw solo ben je ook nog bezig met een trio. Waarom is dat? Ja, dat is Undo Stress. Morgenavond in Den Bosch om 7 uur. Op de Koningstheater. Ja, Koningstheater Academie, daar treden we op. Dat wil zeggen, Remy Evers zit erbij. Die zit nu in het tweede jaar van de Koningstheater Academie. Marco Lopen zit in het vierde jaar van de Koningstheater Academie. En ik zat daar vorig jaar nog op school. En we hebben elkaar daar gevonden. En dat is alles wat ik eigenlijk niet in die. Alles waar we het nu over gehad hebben, zit daar totaal niet in. Wat zit er wel in? Dus er zit geen moraal in en niet het zuiveren. Maar alles wat je in je eentje niet kan maken. Dus, of kan maken binnen een voorstelling. Dus iemand, weet ik veel, iemand met een skippiebal vol op zijn achterhoofd slaan, dat lukt me niet in mijn eentje. Maar als je die twee andere jongens erbij hebt, dan wel. Dus dat is één grote chaos. Ja, het is absurd, het is chaotisch, het maakt lawaai, het is grensoverschrijdend, het is knettergek. Is het lekker om zoiets naast je solo te hebben? Om andere samenwerkingen aan te gaan? Ja, super inspirerend voor wat ik zelf wil doen. Daar ligt natuurlijk altijd de hoofdfocus op, maar het is heel goed om de dingen naast doen en je te laten inspireren door andere mensen en lekker los te gaan. Ja, je hebt het gewonnen, je hebt de impresariaat, je hebt die tournee nu bijna klaar. Je hebt keihard gewerkt en de voorbereiding voor volgend seizoen ligt klaar. Maar er komt een zomer aan. Een zomer voor jou. Ga ik je een vraag stellen uit je eigen programma. Wat zou jij het allerliefste doen van alles wat je kan bedenken? En je hoeft het niet te kunnen en het hoeft niet op aarde te zijn. Wat zou je het allerliefste doen? Voor komende zomer. Ja. Nou, ga ik eigenlijk doen. En dat is 6 juli spelen we laatste finalist toe. En 11 juni ga ik 2 maanden naar Costa Rica en Nicaragua met mijn vriendin rondreizen. En dat was ook weer zo'n absolute droom dat we een keer met z'n tweeën zouden reizen. Wat is de droom daarin?
ik denk in het buitenland kom je toch ook weer uit bij dat reflecteren. Zie je jezelf op een andere manier en kom je weer dichter bij die zuivere kern om dat cynisme los te gooien. Dus het is ook weer op de achtergrond denk je van, oh ja, dat gaat me weer verder helpen bij het schrijven van die voorstelling. Een hele mooie reis. Dankjewel. En alle succes van de wereld. Thijs van der Meeweer. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Bert Staal is architect bij het bureau Staal en Christensen en hij is vaste beeldcolumnist bij Café Kraai en Balder en gelukkig ook heel vaak bij ons. Bert Staal. Dankjewel, Annemone. Ik wou het eens over tekst in en tekst en de stad met jullie hebben. Dit is, voor mensen die het niet weten, dit is het atelier van John Keurmeling. Vlakbij op de Tongenstraat, bij de brug. En John heeft altijd een probleem, want hij zegt, heel veel mensen kunnen mijn adres niet onthouden. Tongenstraat 62 en dan de postcode en zo. Dus hij zegt, ik heb gewoon Eindhoven bovenop mijn huis gezet. En dan zeg ik, als mensen dan vragen, waar woon je? Dan zeg ik woon in Eindhoven. En dan kunnen ze me altijd vinden. Hele mooie letters trouwens, let op. John Keurmeling eigen, ragdun. Heel mooi gedaan, heel fijnzinnig en klein. Ja, daar kunnen ze hier bij de vechtzaal kunnen ze wel iets meer van. Deze letters zijn, ik denk, 6-7 meter hoog. Vechtzaal staat erop. U moet weten, dames en heren, dat de bovenste 5 lagen vol staat met stinkende geparkeerde auto's, want het is een parkeergarage. Nog grotere letters heb ik gisteren in Amsterdam gezien. En dat is het botel bij het NDSM-eiland. Die letters zijn zelfs zo groot dat je erin kunt logeren. Ja, kom even terug bij Eindhoven. Dit is een bloemenzaak. De klerk, die zit op de hoek daar bij de Marconilaan ergens. En u moet eens goed naar dat logo kijken, dames en heren. De firma De Klerk, die werkt al sinds mensenheugenis voor Philips. En dit is het logo van Philips, dat kennen we allemaal. Het oude trouwens nog hoor, maar je ziet die golfjes en die cirkel en die karakteristieke, dat urinoir, hè, die vorm. En als we nu even naar het logo van De Klerk kijken, maar dan omgekeerd, dan ziet u dat de bloempot toch een hommage is aan hun grootste opdrachtgever. Ja, nog iets wat met Eindhoven te maken heeft. Dit is mij altijd verteld toen ik pas in Eindhoven woonde, dat de zogenaamde design laboratories waren. Design laboratories. Volgende. Ja, u moet weten dat het een gerenommeerd ziekenhuis in Eindhoven staat wereldwijd uitbekend om zijn fantastische werk op het gebied van orthodontie. Men vreest en men boort in schedels, in skeletten, in heupen. En dat komt ook terug, zul je zien, in het logo. Kijk maar. En de mesjes staan ook nog precies de goede kant op, dames en heren. Ja, prachtige icoon van Eindhoven, Plaza Futura. Dat is natuurlijk verlaten nu, dat is nu een nat lab geworden. Plaza Futura, daar komt het paard dat vliegt in. Misschien komen die hier nog een keer aan tafel, weet ik veel. Dan zou ik eigenlijk een vraag willen stellen aan de Moon. Waarom moet de naam Plaza Futura wijken voor het verschrikkelijke clichématige pand P? Omdat we waarschijnlijk strijp S hebben, sexy C, weet je wel, en dan ga je pand P ga je dat noemen. Wat is er kleurrijker en wat is meer, zeg maar, in de geschiedenis vastgeklonken dan Plaza Futura? Als het niet kan, is mijn tip. Ja, dat is een geuze titel. Als het niet kan, is mijn tip, noem het restaurant dan in ieder geval Plaza Fritura. Oh. Ja, aan de zijkant op het Plaza Fritura pand staat een tekst van Hans Koetsier, een gerenommeerde Nederlands kunstenaar. Dit is in 1989 aangebracht, een dansend spook in de open laadbak van een rijdende vrachtauto. Dit is een cadeau wat het Parktheater in 1989 heeft gegeven aan Plaza Futura. Nou hoop ik niet dat ze dit ook nog wegpoeten.
Even terug naar het station. Hele mooie tekst wil ik jullie laten zien, behalve dit, Eindhoven. Hier is de ingang en daar is een heel mooi kunstwerk op gemaakt. We gaan even dichterbij kijken. Wat staat daar, dames en heren? Ik kom. En ik ga. Wat is er poëtischer dan het reizen per trein weer te geven dan ik kom en ik ga. Wat doen ze tegenwoordig, die designers van nieuwe namen van vervoersmaatschappijen, die vroeger gewoon heten, hoe heette die in Brabant? Brabantse buurtspoorwegen en autodiensten. Nee, dit is breng. En let even op, breng. Ik breng jullie de... In Limburg, gelukkig hebben ze straf gekregen, want ze hebben die aanbesteding verloren. Maar heeft de spoorwegen, die heeft daar het net, dat heet eigenlijk door. En let ook op, al dit soort teksten worden alles voorzien van een uitroepteken om het nog meer aan te zetten. Ja, dit is dan een sneldienst, dus die heet vanzelfsprekend snel door. Wat moet er ongelooflijk plezier gemaakt zijn op het reclamebureau toen ze deze vondst hadden gemaakt, dames en heren. Trouwens, in Eindhoven kunnen we er ook wat van. Vroeger heette gewoon een woningbouwvereniging. Die heette bijvoorbeeld Sociale Woningstichting. Nou, dan wist je precies wat je eraan had. Toen verdiende directeuren ook nog gewoon onder de balken en de norm. En nu, dit is domein. Vroeger heette dit domein. Dat heet nu Thuis. Jullie zullen je nonden bij ons thuis voelen. En anders dan... gaan we naar huis. Let ook even trouwens op weer op dat uitroepteken dat ervoor stond. Ja, zo kun je volgens mij een streekziekenhuis ook beter gewoon ziek uitroepteken noemen. Volgende. Een restaurant in Eersel. Nu. Alsof je de hond commandeert. Hier. Nu. Nog een restaurant. In Valkenswaard. Let op het uitroepteken. Grappig omgekeerd. Doen. Ja. Waar zijn deze teksten gebleven, dames en heren? Volgens mij is hier, ik sta nu ongeveer hier, ik weet het niet precies of daar. Ik wou zeggen, het plakt hier nog een beetje. Het moet de Poort van Kleef geweest zijn. Als we toch nog grappige teksten willen doen, hè, dan kunnen we nog een andere kant op. Die is eigenlijk veel leuker. Dat is de woordspelige, melige titel. Titanic. To Kill a Mockingbird. Wat dacht u van het dode schaap? Ja, humor kun je het niet ontzeggen. Grillroem met dode schaap. Ik was in Amsterdam en daar hadden ze een festival of food. Rollende keuken heet dat. Hemelse poffertjes, die werden dan ook in de lucht gebakken. En wat dacht u van deze, de wentelteefjes? Het is toch schattig. Het is bijna net zo schattig, dan komen we weer terug bij Eindhoven. Wat John Keurmeling heeft bedacht bij het mooiste museum van Europa... Echt iets voor u. Past zo in die gebakken poffertjeskraamarchitectuur. Tot slot wil ik u nog een tip meegeven. Daar heb ik over nagedacht. We weten niet wat we met het Evodeon moeten doen. Nou, u kijk even mee naar deze vorm. We hebben deze ronde vorm. We hebben hier die enorme stengel staan. Mijn idee is om gewoon een nieuwe attractie in Eindhoven te maken. Het grootste wokrestaurant van de wereld. En indachtig Eindhoven, ik heb ook al een naam, dames en heren. Crack Wok Wauw. Een fijne zomer toegewenst. Dankjewel, Bert Staal. En voor de categorie allerlelijkste vormgeving van naambordjes ever, moet je even naar de Achtsebrieën komen. Daar heb je Sporthal de Mortel. En daar hebben ze dus een commissie kunstenaars laten zoeken. Die hebben plannen ingediend. En heeft die commissie zich over gebogen. En hebben ze eentje uitgekozen en dat geld ingestopt. En hebben ze uitgevoerd. Die zit daar op de gevel heel erg lang. En dat zijn de letters de mortel, maar dan hebben ze dat gewoon met perschuim ontworpen, door elkaar geschreven en in diarreebruin uitgevoerd, geprakt in elkaar geschoven, maar wel verduurzaamd uitgevoerd natuurlijk op de gevel. Echt allerleukste. Gauw gaan kijken. Bert Staal, dankjewel. Dit was hem. Volgende week praat ik verder met Bob Leenhouwers van de stichting Top IJshockey over de naderende sluiting van de Eindhovense IJshal. En met Ad van Meurs, die zijn 25-jarig bestaan viert als The Watchman. En hij gaat dan ook spelen. Tot dan.